Zo, goedemorgen. Zonder zorgen. We zijn weer. We hebben het overleefd, hè? Ik heb redelijk geslapen. Ik ben natuurlijk al veel laat in slaap gevallen. Rond 3:30 in de ochtend. We zijn het wakker gemaakt om medicatie in te nemen. Bloeddruk meten. Ik ben ook net zo net even gaan douchen snel. En tijd om me te gaan mengen met anderen. We moeten gewoon ontbijten en we gaan de dagstart beginnen. Dus we zijn op 2. Ik heb het gisteren overleefd. Leuk. Een van de bewoners is jarig vandaag. Dus we gaan kijken of we wat leuks kunnen doen. Dat we misschien een klein beetje kunnen focussen op niet alleen onszelf, maar ook het creëren van een fijne leefomgeving voor elkaar. Dus ik ga het heel even buiten laten zien. Kijk hier. Technisch gezien, als ik zou willen ontsnappen. Wel, dat is een beetje moeilijk om te ontsnappen, maar als ik zou willen ontsnappen. Dan zou technisch gezien zou het bijna kunnen. Anyway, we gaan er weer voor vandaag. Leuk dat je kijkt naar mijn vlog. Ik ben Find the Creator. En ik heb reden gehad om mezelf in te checken in het Jelinek Kliniek in Amsterdam. En daar ben ik nu. En heb ik mijn avontuur. Blijf kijken. Dus even het licht aanmaken. Oké, heel mooi. We hebben lekker ontbeten. We hebben de medicatie gehad. Kijk. Zo, nu op de gang. Dit is de gang. We hebben hier een mooi rooster hangen met wat de bedoeling is. De module die we vandaag hebben op vrijdag is groep A. Heeft de module structuur en groep B de module slaap. Dus ik ben groep B. Om 11:00 heb ik de module slaap waar ik naartoe moet. En dit is het bed waar ik... Dus lekker hier in heb gelegen, zeg maar, vannacht. Tot aan mijn eigen kussen. Wat is dit voor apparaat, joh? Maar vast zijn die varello. Wat is het apparaat? Philips, ik zou moeten weten wat voor apparaat dit is. Het lijkt op een bewegingssensor. Oh ja, voor als mensen... Oh, grappig. Dit systeem heb ik trouwens geëngineerd. Maar dit is een bewegingsmelder. Maar het lijkt op een LED-verlichting die erin zit, dus ik ben een beetje verward. Maar in ieder geval dit bedrijf die deze shit maakt. Ik heb gewerkt voor Ascom. En... die maken verpleegoproepsystemen. Dus als ik hier op deze knop druk, klik, klik. Letterlijk dit heb ik geïngineerd. En voor ziekenhuizen dan. Niet voor privéklinieken of overige instellingen. Maar echt voor ziekenhuizen heb ik dit soort systemen geïngineerd. Verpleegoproepsystemen, sensoren. Want je moet je voorstellen dat als iemand hier in dit bed ligt. En hij beweegt al 4 uurtjes strak niet. Dat die sensor een bericht stuurt naar hun dektelefoon van hey, laten we heel even gaan kijken, want patiënt A heeft of B. De bedsensor heeft al heel lang geen waarneming of niets waargenomen. Terwijl de kamer bij wijze van spreken weet dat er een mens hier binnen staat. Want dat kunnen ze ook meten namelijk. Anyway, vandaag hebben we dus het module. En dan gaan we wat leren. En
een grap wel van de detox. Even voor de duidelijkheid. Ik ben aan het detoxen. Dat betekent dat ik ben aan het ontgiften. Het is een tijd lang geen bullshit in je lichaam. Stop, ja, moet het op een gegeven moment er helemaal uit zijn. Dat is mijn lichaam nu aan het doen. Met alle gevolgen van die prikkelbaarheid, irritatie. Merk ik nu, vooral wanneer mensen om me heen allemaal rare domme dingen lopen te zeggen, domme dingen lopen te roepen. De begeleiding. En één vaste, of naar iemand anders die hier rondloopt, die aardig ook goed niet op zijn mond gevallen is. Maar hij neemt het wel voor ons op. Hij probeert wat voor ons te regelen. Maar ik heb zoiets van, wees hier gewoon lekker voor jezelf en praat absoluut niet namens mij. Dus dan zal ik ook een klein beetje om te opletten dat ik geen dingen zeg namens andere mensen. Nee, alleen praten namens mezelf en wat ik nodig heb. Anyway, de dag is gestart. Let's go. Zo, daar zijn we dan weer. Ik kom net van de sessie, de module, waar we gesproken over verslaving, wat verslaving is. Het is allemaal heel basic, maar toch heel erg verhelderend in het horen van datgene wat je eigenlijk moet horen, maar eenvoudig gezet op de juiste volgorde. Ik hoor namelijk niet iets nieuws, maar ik hoor het nu in een bepaalde context, in een bepaalde volgorde. En ik zelf heb mij hier geplaatst in de context van jij gaat af kicken, jij moet detoxen. Waarbij dingen toch even anders landen. Het landt anders. Ik zit nu op dag 2 van mijn detox. Ik moet eigenlijk opschieten, want ik moet moeten gaan lunchen. Maar als je mij oprecht nu zou vragen, Varello, wat mis je? Want het is me gevraagd. Wat zoek je? Wat heb je nodig? Is het die nicotine? Nou, alcohol sowieso niet, maar is het die nicotine? Nee, daar zoek ik niet naar. Ik zoek naar het effect van die wiet. Ik zoek naar die high, ik zoek naar die rust. Het is die rust dat ik zoek. Het is die rust, die kalmte, die staat of being, dat is wat ik zoek. Dat is waar ik naar hunker. Wanneer van tijd tot tijd het gevoel komt, ik wil roken. Of laten we even wat gaan doen. Dat is wat ik voel. Rust. Dat is wat ik nodig heb. Bijzonder. Hey, hey. Het is al een teken voor mij om... Daarom is het ook een beetje het me gaan irriteren, die marihuana. Omdat die rust die ik zoek van een andere hoek, uit een andere hoek moet komen. Daarom ben ik het al wat minder sexy gaan vinden. Want dat wat ik zoek kan gerealiseerd worden op een andere manier dan die stick. Met alle respect voor mensen die marihuana roken. Ik kom niet hier te vertellen dat mensen moeten stoppen met wat ze gaan doen. Nee. Ik voor mij heb een reden om daarmee te minderen of te stoppen. Dus en voor anderen is dit de oplossing. Maar het is die rust die ik zoek. Het is die rust, die kalmte. Wat ik ervaar. Dag 2. Ik moet lunchen. Doei!
Zo, als je mensen lief, kijk hier. Als je je afvraagt waarom ik buiten ben. Nou, we hebben dus wandelmomenten. Hi, ik ben Find the Creator. En we zitten in de Jelly Day Kliniek. We hebben wandelmomenten. Elke dag of boodschapmoment. En we gaan lekker even de deur uit. En we hebben een maatje die is vandaag jarig. En er wordt verder helemaal niets geregeld, kan ik me helemaal goed voorstellen. Maar we gaan toch even kijken bij de HEMA tijdens het loopmomentje om te zien of we iets lekkers kan halen voor ons allemaal en voor die jongen. Je weet hoe ik ben. Dus we lopen nu lekker onder begeleiding, ben ik overigens, die breng ik niet in beeld. Maar onder begeleiding mogen we naar buiten. En we lopen nu richting de HEMA en dan gaan we wat kopen. Ondertussen mensen hier, kijk die woning hier aan het water. Prachtig, prachtig, prachtig. Dat is goed, wat we hebben daar. We gaan op zoek naar een lekkere taart. En ik zie hier wat taart. Kijken of ik iets geschikt kan vinden. Kersenvlaai. Super mooi mensen, we zijn geslaagd. Gaan we voor hoor. Het heel voorzichtig lopen natuurlijk met de aanwinst. Ja, ik ben zeer blij. Dan hebben we tenminste. Oh, er is groen. Ja. Dan kunnen we tenminste lekker wat taart vreten. Want ik vind dat we wat te vieren hebben, als ik heel eerlijk ben. We lopen lekker terug. Zo, we zijn hier lekker weer in de kamer en ik ga het cadeautje heel snel inpakken. Gefeliciteerd met je verjaardag. Nou, sorry hoor. Dit vind ik toch super schattig. Ik zag het. Ik koop echt de domste cadeautjes. Je moet niet denken dat je een cadeautje gaat krijgen van je leeftijd hoor. Ik ga vaak bij de kinderafdeling kijken voor volwassen mensen cadeautjes. Ik ga wel die anderen laten tekenen op deze kaart. En dan hoop ik dat die jongen onder deze omstandigheden toch een hele fijne verjaardag heeft. Als ik hier zou zitten, dan zou ik eigenlijk niet weten in welke staat ik ben. Dan kan ik niet anders dan te zijn wie ik ben en gewoon een klein beetje voor elkaar zorgen. Want we zijn toch echt op elkaar hier. We moeten het met elkaar doen. Dus wanneer de een te hard smakt en koud, moet je het tolereren. Als de een met de deur hier gooit of niet, op wijze van spreken de hele avond lawaai wilt maken, is niet er sprake van, moet je het tolereren. We zijn aan elkaar hier af. Je hebt elkaar echt hier nodig ook. Dus happy birthday, my friend. Net heerlijk even buiten gelopen, dus we gaan zo direct eten. Dus we gaan volgens mij straks de tafel dekken. Ik ga het beertje inpakken. Ik had nog een schrift daar. Maar ik denk dat ik dat schrift voor mezelf ga houden. Ik vind het een beetje te veel overkill. Dus ik denk dat ik die even bij mezelf hou. Ik ga die kaart laten tekenen door iedereen. En dan gaan we lekker eten. En dan zie ik jullie zo direct wel terug. Bye bye. Nou, het is mooi ingepakt. Super schattig met de kaart erbij. En we gaan lekker aan tafel. We gaan eten. Goed, we hebben heerlijk gegeten. En we hebben... Ik
Ik zal jullie vertellen hoor. We gaan even de kamer in. Zo. So. Maar kijk mijn hoofd. Ik ben bezig om haar uit te kappen. En ik heb het een soort van tjoep-tjoepka hergevlochten. Het interesseert me dat jullie zien dat ik in de Jelly Neck Clinic ben. En dat mijn haar tjoep-tjoepka her is. Is precies in die mode, in die fashion van hier. Is om met gescheurde kleding te lopen. Anyway. Cadeautje is in goede handen ontvangen. We hebben lekker voor hem gezongen. Vervolgens zijn we naar de tweede groep gegaan op de afdeling. En hebben we lekker met elkaar taart gegeten. Nu pas realiseer ik. We hadden die taart gekocht, toch? Maar mensen waren echt oprecht blij. Echt? Echt oprecht blij. Toen dacht ik, oh, wacht even. Ja, het heeft iedereen een beetje een oppepper gegeven. Van, hé, even gezellig. Ik had het een beetje onderschat. Maar het is wel fijn dat het was een goed idee. Het was echt een goed idee. Ik ben heel blij. Je zou je maar voorstellen hoor. Ik heb het gezegd. Je zou je maar voorstellen dat je andersom in die situatie zit. Gedistanceerd van je familie. Wel om voor jezelf te werken. Om voor jezelf er te zijn. Maar alsnog komt het dubbel op je dak. Je bent afwezig uit je vertrouwde omgeving. Ja, ik had echt met hem te doen. Niet omdat het zielig is, maar omdat de gelegenheid voor dit soort momenten dan is om te tonen wie je bent en wat je voor andere mensen wilt doen. Nogmaals, ik ben hier niet voor hem. Ik ben hier voor mezelf. Maar we moeten dit soort gelegenheden niet voorbij laten gaan om menselijkheid te tonen en liefde te tonen. En dan vier ik geen verjaardagen, hè? Ik ben geen verjaar of zo man. Niemand heeft tijd. Zo leuk. Dat zijn die dingen, mensen, die je moet doen om jezelf af te leiden. Ja. Om niet te gaan willen rennen om een sigaret aan te steken na het eten. Of een jonk aan te gaan steken na het eten. Want het kan allemaal niet. Want we hebben gezegd, we stoppen ermee. De avond is nog een klein beetje jong. We gaan... de dag hebben we al afgesloten. Straks nog wat medicatie. Moet even vitamintjes innemen. Andere dingen. En dan gaan we een klein beetje de dag af gaan sluiten. Maar zeer geslaagd in ieder geval voor nu. Het beeld is niet goed. Dus dan kijk ik net naar het vorige fragment. Ik zit overigens dubbel toilet hoor. Anyway, ik zit op mijn eigen hoofd te kijken en die vlecht op mijn hoofd en die hele koep. Precies dit beeld wat jullie nu zien. Maar god, het is niet goed. Ik lijk op afval van hallo, het is niet goed. Maar wat moet ik met de rest doen? Het is niet goed.